En we zijn er blij om dat we er dus vandaag zijn met deze moment in Taki. We zijn in de maand december. En in de maand december laten we toch even de revue passeren over een aantal zaken die we hebben gehad in ons land. De ontwikkeling. We hebben dus gehad de verkiezingen van mei 2020. We hebben een nieuwe regering onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. We hebben dus nu dat we hebben een oppositie en een coalitie. We hebben buitenparlementaire politieke partijen die ook kijken wat er gebeurt. En één daarvan is de partij PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling. In Suriname, zeg ik erbij. En ik heb de heer Gerold Seucharan bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm. Welkom in deze moment in Taki. De ingeslagen weg van de regering. De banden met Nederland zijn herstellende. Er wordt ook gekeken naar dat financieel plaatje van Suriname. En ook dat van hoe het eigenlijk gaat binnen zaken die te maken hebben met het recht. Het spreken van recht in Suriname. De president zegt van nou, dit heeft voor mij prioriteit. En ik wil toch van u weten, ook als advocaat. Mm-hmm. Hebben we een nieuw, zijn we een nieuw tijdperk ingegaan? Merkt u dat? Op wanneer u kijkt naar de beleving van het recht in ons land? Ik denk dat het te vroeg is om dat te zeggen. Zonder meer te vroeg. U moet nagaan, de verkiezingen zijn nu zo'n 6 maanden geleden gehouden. Deze regering zit nu zo'n 4 maanden, ik denk zo'n 120 dagen ongeveer. Als je telt vanaf juli, augustus, september, oktober, november, ja, zo'n 120 dagen. Het is te vroeg om te zeggen dat op het gebied van rechtsbescherming, rechtspraak, zeg maar bescherming van democratie en rechtsstaat, dat er een nieuwe weg is ingeslagen. Ik denk dat dat te vroeg is. Wij, de PRO, heeft natuurlijk wel voor de verkiezingen, maar zeker rondom de periode van de campagne, en ook daarna, dat was toen op uitnodiging van de politieke partijen die bezig waren een coalitie te bespreken, heeft de PRO zeg maar haar inzichten gedeeld met die vormende coalitie op het gebied van rechtspraak, rechtsbescherming, maar ook op het gebied van wetgeving. Ook in relatie tot COVID hebben we inzichten gedeeld. We hebben toen de komende regering erop gewezen hoe belangrijk het is voor een samenleving om een goed functionerende rechterlijke macht te hebben. Zeker in gelet als je kijkt naar ons bestel. Suriname is een democratische rechtsstaat, parlementaire democratie. Dan is het zo dat de rechterlijke macht als sluitstuk moet kunnen functioneren. Dat wil zeggen, wanneer er zaken fout gaan in die samenleving, dan moet de rechterlijke macht in de positie zijn om als sluitstuk te corrigeren. En dat hebben we gedeeld met meneer Santokhi, meneer Brunswijk, meneer Rusland, die staat ook aan de tafel, de voorzitter van de NPS. En die inzichten zijn verwerkt in de ontwikkelingsvisie van de PRO voor Suriname de komende 25 jaren. Ja. Nogmaals, ik denk dat het te vroeg is te vroeg. Om te zeggen dat er een nieuwe weg is ingeslagen. Maar de indicatoren zijn er. En het ligt aan de regering of de regering echt die weg zal inslaan. Ja. Suriname is een land met elke keer heel wat issues. En we gaan dan de issues ook bespreken vandaag met de heer Seucharan. We praten over de sociaal-economische issue. Is er daarin verandering gekomen? Ik denk dat ook dat te vroeg is. Te vroeg. Het hoofdbestuur van de PRO heeft sowieso als standpunt ingenomen dat het te vroeg is om de regering te bekritiseren. Maar toch merken we kritiek op social media. Kritiek mag er zijn, maar u moet nagaan, de PRO is een politieke organisatie, opgericht volgens de wetten van dit land. En dan dien je een bepaalde opstelling in te nemen. Ja. De kiezer heeft een paar maanden geleden haar keuze gemaakt. En je moet respect hebben voor die keuze. Dat houdt in dat je wel heel goed moet opletten wat die regering doet,
Maar tegelijkertijd respect hebben voor de keuze van de kiezer. De kiezer heeft gezegd, deze mensen willen we in het bestuur van Suriname hebben. Daar is het zaak dat je vanuit de keuze van die kiezer even een pas op de plaats maakt. Niet dat je je ogen moet sluiten. Ja, ja. Maar je moet goed volgen wat er gebeurt. Want als na zo, zeg maar, zo'n 200 dagen, zo'n anderhalf jaar richting twee jaar blijkt dat de regering niet doet wat ze aan de kiezer heeft beloofd. Ja. Dan gaat de pro natuurlijk met de kiezer in dialoog moeten gaan om de kiezer daarover te spreken. Ja. Want de kiezer, de Surinaamse kiezer, heeft gekozen. Ja. Daar moeten we respect voor hebben. Okay. Maar tegelijkertijd hebben wij als de plicht op ons als politieke partij om de belangen van de kiezer niet uit het oog te verliezen. Goed. U bent zelf ook advocaat. En er is één ding dat er ook speelt, dat is weer een andere issue. De issue van Gilmore Hoefdraad, de gewezen minister van Financiën. En op een gegeven moment lijkt het erop alsof hij nergens te vinden is. En er is een opsporingsbevel, noem maar op. Dat is ook een issue dat speelt. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik ben advocaat van de staat Suriname ja. in een van de zaken die door meneer Hoefdraad is ingesteld. Meneer Hoefdraad heeft bij de rechter in kort geding gevorderd dat zijn in staat van beschuldigingstelling dat het opgeschort wordt. Eigenlijk wil meneer Hoefdraad dat hij niet vervolgd mag worden. Daar loopt dus een procedure bij de rechter in kort geding. Aanstaande donderdag wordt er uitspraak daarover gedaan. Tegelijkertijd zien we dat de strafzaak tegen meneer Hoefdraad dat begonnen is. Vorige week heeft de eerste zitting gediend. Kijk, het is zaak dat in de parlementaire democratische rechtsstaat van ons, daar waar functionarissen in strijd met de wet hebben gehandeld, dan is het zaak dat in naam van het volk van Suriname de mensen vervolgd kunnen worden en berecht kunnen worden. Wat de rechter gaat beslissen in de strafzaak van meneer Hoefdraad, of wat de rechter gaat beslissen in dat kortgering aanstaande donderdag, dat moeten we afwachten. Maar die zaken lopen. Meneer Hoefdraad is inderdaad niet te vinden. Het Openbaar Ministerie geeft aan alles te doen om hem in de kracht te kunnen vatten. Maar dat lukt niet. Dat wil niet zeggen dat de strafvervolging niet zo'n beloop kan hebben. Dat kan gewoon doorgaan. Ik kreeg daar net een glimlach toen u zei van de heer Hoefdraad is niet te vinden. Waarom die glimlach? Nou, in principe moet het gelet op de internationale samenwerking die Suriname heeft met andere landen. Ja. Moet het mogelijk zijn om meneer Hoefdraad op enig moment te kunnen pakken. Bovendien is het zo geweest dat meneer Hoefdraad een tijd in Suriname was. Toen de strafzaak tegen hem begon. En eigenlijk waren dus genoeg mogelijkheden om hem toen in te rekenen. En dat is niet gebeurd. Dus die smile heeft daarmee te maken dat er momenten waren en mogelijkheden voorhanden zijn om wel tot arrestatie te kunnen overgaan. Dus ik sluit niet uit dat het op enig moment wel zal gebeuren. Hij gaat niet eeuwig voor vluchtig kunnen blijven. We praten hier over een gewezen politieke ambtsvrager. Ja. De rechter moet eigenlijk beslissen van of wat er eigenlijk speelt. Of dat toch wel genoeg, of dat goed is dat de man daarvoor wordt vervolgd. Ja, zeker. Ik denk dat benadrukt moet worden. Suriname is een rechtsstaat. En dat betekent dat elke verdachte, elke persoon recht heeft op een fair trial. Dus ook meneer Hoefdraad komt dat recht toe. En als hij dus zijn mogelijkheden wil benutten om zich te verdedigen, dan moet dat ook kunnen in Suriname. Ja, het heeft... Ja. We gaan afronden met de heer Gerald Soucharan. Hij is ook politiek leider. U hebt ook gereageerd op andere media van dat wat de heer Desiree Bouters als voorzitter van de NDP heeft gezegd in Ozeer, dat u dat toch wel een kwalijke zaak vond. En dat u ervan uitging dat de regering dat niet zo moet laten. Nee, zeker niet. Ja. De uitspraak die meneer Bouters heeft gedaan is een gevaarlijke uitspraak. U moet nagaan, de uitspraak komt uit de mond van meneer Boutersen. We kennen meneer Boutersen.
U weet dat hij in de voorhoede heeft gestaan van de staatsgreep van 1980. Als hij nou dit soort woorden gebruikt, dan moeten we ons inderdaad zorgen maken en erop toezien dat de instituten in ons land die belast zijn met de bescherming van de democratische rechtsstaat Suriname, dat die in beweging komen, die alle juridische mogelijkheden benutten, ja, om gedaan te krijgen dat Bouterse niet de daad bij het woord kan voegen. Is het, nagaan. Is het geen spijkers op een laag water zoeken? Want de heer Bouterse en ook de NDP zeggen daarna van nou, het zijn ideologische wapens. Nou, dat is als de NDP dat zegt, wat denkt de NDP om een loopje met ons te nemen? Dat kan toch niet? Die taal die gesproken is duidelijk. En daar moeten we serieus op reageren. Het betaamt een voorzitter van een politieke partij niet om dergelijke uitspraken te doen. Suriname is een democratische rechtsstaat. Die uitspraken horen niet te worden gedaan. U moet zich afvragen dat als de NDP niet duidelijk afstand neemt van deze uitspraak en die uitspraak niet bagatelliseren, maar op zijn juiste waarde nemen. En als er niets tegen die uitspraak wordt gedaan door de NDP zelf, dan is mij de vraag of de NDP nog wel bestaansrecht heeft. Want een politieke partij die deze taal bezigt, vormt een gevaar voor de democratische rechtsstaat Suriname. En dat kan niet zo blijven. Goed, wij hebben dat dan gehoord van de heer Gerald Seusharan. Hij is advocaat en hij is ook nog voorzitter van de PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling in Suriname. U wens ik ook een goede jaarwisseling. Het is misschien te vroeg, maar ook een voorspoedig 2021. Ja, eensgelijks. Ja. Dank u wel. Goed.